vanuit Dubai. En omdat er zo massaal werd gevraagd naar vlogs, dacht ik doe het eventjes op TikTok. Ik begon de dag in de sportschool en het was weer voor het eerst in de maand december. Maar het was wel heel erg chill om weer terug te zijn. Ik had eerst een leg day en daarna besloot ik om mezelf nog even te martelen op deze trap. Toen gelijk omgekleed en ontbijt gehaald. Ze hadden gewoon een lopend buffet en dat vind ik heel erg fijn. Want dan kan ik gewoon lekker zelf kiezen wat ik wil. En ik ging voor een salade met daarnaast een yoghurtje. Het is mega lekker weer hier, dus we zijn nog eventjes gaan zonnen. Maar dit hield ik natuurlijk niet langer vol dan 5 minuten. Ik ging gelijk mijn make-up doen op bed, want dit was het enige plekje met goed licht. We gingen pas laat uit eten, dus we hadden besloten om daarvoor nog eventjes richting de mall te gaan. En ik vind 's avonds door Dubai rijden echt prachtig. We waren gisteren al in de mall geweest en toen had ik hele mooie hakken gezien bij het merk Miu Miu. Ik kan het niet uitspreken, maar het is echt een heel erg mooi merk. En dit zijn hakjes en ik kon niet kiezen tussen de hoge en de lage, maar ik ben toch voor hoog gegaan. En ondanks dat ik een vrouw ben, haat ik de Sephora, maar ik heb dit lipmasker meegenomen, want die wilde ik heel erg graag. En ze hadden hem gelukkig nog. Toen zijn we de Celine-winkel ingegaan waar ik dit shirtje nog heb gepast en daarna richting het restaurant gegaan. We gingen eten bij Ninive. En de locatie van dit restaurant is echt top en het eten was ook heel erg lekker. En natuurlijk ben ik nog voor een chocoladetoetje gegaan, maar ik moet zeggen, deze viel tegen. En daarna zijn we weer lekker teruggegaan naar het hotel en ging ik lekker slapen. Slaap lekker en misschien tot morgen. Goedemorgen vanuit Dubai. En omdat er zoveel leuke reacties waren op de vorige dag vlog, dacht ik, ik maak er nog eentje. We begonnen vandaag weer in de sportschool. Ik had upper body en daarna werd ik weer gemarteld op deze Stairmaster. En ging nog heel eventjes hardlopen en daarna uitlopen. Ik had me gelijk omgekleed. En we hadden niet heel veel tijd voor het ontbijt, maar we hebben toch eventjes snel wat gehaald. Ze hebben echt mega veel keus. Dus er zit altijd wel het lekkers tussen. En toen stapten we de auto in en gingen we naar de Dubai Marina. We hadden namelijk een ochtendje op de boot gepland, wat echt mega fijn was. Het was wel echt super warm buiten, maar ik moet zeggen dat ik het op de boot altijd wel kan uithouden. En als lunch hadden we lekker sushi. Toen we weer teruggingen naar het hotel toe, besloot ik om nog eventjes een stukje te gaan lopen. Dat vind ik echt heerlijk hier over de palm. En toen was het alweer tijd om naar de auto terug te gaan voor het avondeten. Ik had nog eventjes een koffietje gehaald voor onderweg. En hier reden we weer richting de marina, maar dit keer naar het strand toe. Daar kan je echt mega mooi lopen. Dus daar hadden we even snel wat gegeten. En toen hebben we nog een kijkje genomen in de Marina Mall. Maar ik moet zeggen dat we er binnen 5 minuten weer weg waren. En toen we eenmaal terug waren in het hotel, had ik nog een toetje genomen en ging ik lekker naar bed toe. Slaap lekker.